En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze zondaguitzending van de KRO. Op deze zender kunt u nog kijken naar het Later Journaal en een overzicht van de programma's die de NCRV morgen zal uitzenden. Ik neem vast afscheid van u. Graag tot in het nieuwe jaar. Goedenavond. De Russische president Boris Yeltsin heeft vanavond het Russische volk gewaarschuwd dat 1992 een moeilijk jaar wordt. Hij kondigde een snelle privatisering van het bedrijfsleven aan. Gisteren deed hij dat al voor de landbouw. Yeltsin sprak aan de vooravond van de bijeenkomst van de leiders van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, het GOS, morgen in Minsk. Op het vliegveld van Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, werd een aantal presidenten van het Gemenebest vanavond met groot ceremonieel ontvangen. In dit gebouw staan de leiders van de 11 onafhankelijke republieken morgen zware onderhandelingen te wachten. Zo moeten ze het eens worden over het beheer van de ongeveer 30.000 kernkoppen van de oude Sovjet-Unie. Ook gaan ze proberen een compromis te vinden voor het vormen van een gemeenschappelijke defensie. Oekraïne en twee andere republieken willen per se een eigen conventionele defensiemacht opbouwen. Op het Russische journaal ITA toonde de premier van gastland Wit-Rusland zich uiterst voorzichtig. In een nieuwjaarstoespraak heeft Yeltsin vandaag een vergaande privatisering van staatsbedrijven aangekondigd. Ook sprak hij zijn landgenoten moed in, nu op 2 januari alle prijzen vrij worden. 2 januari начнется, пожалуй, самая болезненная мера, непопулярная, конечно, мера, на которую многие годы не решались руководители страны. Это освобождение цен. Maar Oekraïne vreest een massale intocht van kooplustige Russen als de Russische Federatie later deze week alle prijzen loslaat. Ook daarover zal morgen in Minsk een hartig woordje worden gesproken. Aanhangers van president Gamsakhurdia winnen terrein in de strijd om het parlementsgebouw in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ze hebben de oppositie verdreven uit het gebied rond het gebouw waar Gamsakhurdia zich nog altijd schuilhoudt. De gevechten spelen zich nu af pal buiten het hoofdkwartier van de oppositie, het Hotel Iberia. Dat heeft zware schade opgelopen. Ook het parlementsgebouw is gehavend. Het is in de jaren 50 gebouwd en zou een atoomaanval kunnen weerstaan. De oppositie zegt te wachten op munitie en versterkingen om in de tegenaanval te kunnen gaan. De gevechten hebben een eind gemaakt aan een kortstondig staakt het vuren. Tijdens het bestand is een aantal aanhangers van Gamsakhurdia overgelopen naar de oppositie. Ook in Kroatië is vandaag weer zwaar gevochten. De stad Karlovac werd gebombardeerd. Karlovac heeft de afgelopen dagen voortdurend onder vuur gelegen. Volgens de Kroaten heeft het federale leger met MIG-gevechtsvliegtuigen bombardementen uitgevoerd. Veel gebouwen zijn vernield. Het centrum van de stad zou ook getroffen zijn. Karlovac is een belangrijk industrieel centrum en via deze stad loopt de belangrijkste aanvoerroute vanuit het zuiden naar de Kroatische hoofdstad Zagreb. Enkele kilometers ten zuiden van Zagreb werd de schade opgenomen van de raketaanval door het federale leger van gisteravond. 6 zware raketten van Sovjetmakelij sloegen metersdiepe kraters. Enkele mensen raakten gewond. De raketten richtten flinke schade aan. In de Joegoslavische hoofdstad Belgrado gingen honderden mensen de straat op voor een vredesdemonstratie. Bij de demonstratie waren veel vredesactivisten uit andere Europese landen aanwezig. Bush gaat reclame maken. Een Amerikaanse reisorganisatie heeft de president ingeschakeld om via een tv-spotje Britse toeristen naar Amerika te lokken. Geen alledaags werk voor een president. Maar volgens een woordvoerster van Bush wil hij zich inzetten voor het toerisme om zo de Amerikaanse economie op te peppen. Most people think of America as the land of freedom. But to those who have visited here, it's also a place of beauty, wonder and excitement. From New York City to the Hawaiian Islands, you'll see our culture, our sense of history, our sense of humor. America's a land of contrast. From rolling green fields to sandy white beaches, the red-hot Dixieland jazz.
you'll find great lakes and a Grand Canyon. But wherever you go, from Maine to Texas, from the Atlantic Ocean to the Pacific Coast, most of all, you'll find the friendliest people in some very interesting places. Today, there are more reasons than ever to visit America. And there's never been a better time than now. So what are you waiting for? An invitation from the president? America, it's yours to discover. Het weer nachter is veel bewolking en er zal af en toe wat motregen vallen. In de nacht en ochtend komen enkele mistbanken voor. De middagtemperatuur wordt ongeveer 7 graden. Dit was het laatste journaal op dit net. Goedenavond. Morgenavond op Nederland 1, de NCRV. In de stoel bezoekt Rick Velderhof een luxe villa op een besneeuwde berghelling. En hij ontmoet daar onder andere Jozef Luns, oud-secretaris-generaal van de NATO. In Europa is er vrede, in Noord-Amerika is er vrede. Ik heb geen idee van politiek. Het is wel goed, man. Morgenavond bij de NCRV op Nederland 1. Kroatië. En volgens Gazet van Antwerpen zijn er vele duizenden doden gevallen bij het geweld in Burundi. Ter afronding nog even de hoofdpunten van dit bulletin. Duitsland wil dat het nieuwe gemenebest dat de Sovjet-Unie opvolgt alle kernwapens voor de korte afstand vernietigt. De Russische president Yeltsin beklemtoont nog eens dat zijn republiek niet van plan is om de andere republieken in dat gemenebest te overheersen. In Israël stapt de minister van Landbouw op. De positie van premier Shamir wordt alsmaar moeilijker. VN-secretaris-generaal Pérez de Cuellar verwacht dit jaar geen vredesakkoord voor El Salvador. Danny de Bie wint in Diegem de 7e veldrit voor de superprestige. En Ludo Filipaerts was de beste op de jumping in Mechelen. Dat was het nieuws. Volgens het jongste wegenbulletin komt in de Ardennen mist voor. Op de Ardense hoogte moet u rekening houden met plaatselijk rijm- en ijzelplekken. Elders is en blijft de toestand van het wegennet normaal. Voor bruggen en wegen geldt wintertype C2 op de Ardense hoogten en wintertype A elders in het land. Nachtradio van 11:30 tot 6:00.